Wanneer scoor je in België een hit? Als artiesten liedjes of albums maken, dan doen ze dat officieel omdat ze een artistiek ei moeten leggen. Toch vinden ze het niet erg als heel veel mensen hun werk kopen, want dan scoren ze een hit. Op de redactie van Studio Brussel hangen nogal wat gouden platen en platinaplaten, maar die geven allemaal andere aantallen aan. Sam Jaspers is directeur van Ultratop, een VZW die werd opgericht door de Belgische muziekindustrie. Zij stellen de enige officiële Belgische hitparade samen. Maar hoe doen ze dat? Wanneer verdien je goud? Wanneer verdien je platina? Momenteel is de regel dat een album 10.000 stuks moet verkopen om goud te hebben, 20.000 voor platina. En dan is dat een veelvoud, 40.000, 60, 80, om twee keer, drie keer, vier keer platina enzovoort te krijgen. Vroeger werden er dus meer platen verkocht. In die tijd lag de lat voor goud en platina hoger. 10 jaar geleden moest je voor een gouden album bijvoorbeeld 15.000 stuks verkopen in plaats van de 10.000 nu. De maatstaf is een beetje bij ons dat er eigenlijk, hoe dat de lat ook ligt, dat er altijd ongeveer evenveel titels goud of platina moeten halen. Dus je kan pas spreken over een hit als je veel fysieke exemplaren verkoopt, voldoende wordt gedownload en deftig wordt gestreamd. Daar bestaat een bepaalde sleutel voor. Zo zouden 100 streams gelijkstaan aan 1 legale download. In 2018 behaalde enkel Niels de Stadsbader en Dimitri Vegas en Like Mike goud voor een single. Reggie kreeg platina voor Ellie en Lost Frequencies behaalde dubbel platina met Crazy. Als we de compilatie albums even niet meer rekenen, haalde voorlopig enkel Jasper Steverlink goud en Niels de Stadsbader verdiende platina voor 20.000 verkochte exemplaren van 30. Dat klinkt spectaculair, maar in werkelijkheid word je daar niet noodzakelijk rijk van. Het verschil tussen dat en vandaag is dat ik hier wel geld kan verdienen en vandaag er eigenlijk is het meer voor de eer dan dat je er effectief iets aan verdient. Op 1 staan in de iTunes-chart is iets helemaal anders dan op 1 staan in de Ultratop. iTunes zou volgens de legende zelfs redelijk makkelijk manipuleerbaar zijn. Zo'n dingen orchestreren, dan gaat dat bij ons niet erin zitten, maar gaat dat misschien in de web toe of in de store van iTunes zelf wel zichtbaar komen. De moeite om toch eens te proberen zou 1 oproep op de radio volstaan. Een willekeurig nummer dat totaal geen hit is op dit ogenblik, maar wat wel mijn eerste single is die ik zelf ooit gekocht heb. Als we die nu eens proberen of die makkelijk op 1 of op 5 of op 15 te krijgen is in iTunes. En ik dacht toen aan More Than Words van Extreme. Niemand anders gaat dat nu kopen op dit ogenblik. En als wij het nu eens proberen echt te manipuleren, wat is dan het effect? Ik kan me niet voorstellen dat er heel veel luisteraars 1 euro betaalden voor More Than Words van Extreme. Maar het resultaat was toch onmiddellijk zichtbaar. Na een uurtje kwam het nummer binnen op 35, dan steeg het naar 28 en kwam er ook een andere versie van het nummer binnen op 46. More Than Words van Extreme haalde uiteindelijk een mooie 22e plaats als toppositie. Boven Drake, Bazaar en Post Malone. Enkele dagen na de oproep stond More Than Words nog steeds 2 keer in de lijst van bestverkochte nummers op iTunes. Een plaats veroveren in de iTunes chart blijkt dus een haalbare kaart. De Ultratop is iets heel anders, omdat er met meer factoren rekening wordt gehouden. Die lijst is enkel voor de grootste. Hi, this is John Bon Jovi en Ultratop. De grootste albumhit sinds het ontstaan van Ultratop blijkt Helmut Lotti Goes Classic te zijn. In de kerstperiode van 95 lag er onder elke kerstboom van elke 60-plusser een exemplaar van het licht klassieke meesterwerk. Helmut Lotti kreeg er in die tijd 12 keer platina voor, goed voor 600.000 verkochte cd's. En dan zwijg ik nog over de cd-spelers. Ik stond dus bij de bakker van de week en daar was een man en die zei dus tegen mij, dat was iemand van de elektriciteitswinkel in Beringen, en er waren mensen bij hem, de cd-speler, komen kopen om naar mij een cd te kunnen luisteren. Dat is eigenlijk is dat geweldig. In 1995 bestonden er nog geen streams of downloads. Ook de verkoop van vinyl zat op dat ogenblik nog in een serieus dipje. Ik vrees dat het vinyl tot uitsterven gedoemd is. Eigenlijk. Maar het gebeurt nu bijvoorbeeld weer met de laatste van de Beatles en zo. Dat komt uit op vinyl. Ja, dat is wel waar, maar er zijn ook mensen die nog olielampen in huis hebben voor, omdat ze dat leuk vinden. Ja, hopelijk heeft Helmut Lotti nog steeds een mooi plaatsje in zijn huis voor zijn gouden en platina Ghost Classic cd's. Die zijn trouwens niet echt van goud, al was dat in de gouden dagen van de platenindustrie ooit anders. Wij zijn nog in een tijd geboren voordat de cd belangrijk was, toen stakken ze er zo'n cd in. Tervoor, in de echte tijd met nog vinyl, dan kreeg je echt een vergulde plaat. Die platen, die echte vinylplaten, die zo'n rode vloer en dan die vinylplaat die erin zit, als die goud is, wel, die echte gouden platen, die worden echt verguld. En die echte platinumplaten, die worden echt gewoon in platinum bedekt. Studio Brussel.